wat ook nog wel misschien even belangrijk is om te noemen is... waar komt eigenlijk die maatschappelijke polarisatie vandaan in de Verenigde Staten? Ja. Voor een deel ligt hierbij de manier waarop campagnes gevoerd worden, sure. Maar dat gaat ook over media en specifiek ook over sociale media. En dat vind ik zelf natuurlijk ook als mediacriticus interessant om daarnaar te kijken... Het is heel gemakkelijk om te zeggen over de VS... ja, je hebt gewoon linkse krant en je hebt rechtse krant... en dat heb je altijd gehad. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren... dan zie je, onderzoek toont ook aan... dat die polen echt uit elkaar zijn gaan lopen. En dat hangt heel erg samen met hoe sociale media functioneert. En dat zie je bijvoorbeeld in een documentaire... als die op Netflix, The Social Dilemma... waarin je ziet dat de manier waarop algoritmes functioneren... mensen eigenlijk altijd dieper in hun bubbel geduwd worden. En inmiddels denken wij, ja, de bubbel... Dat is toch een oud concept, dat kennen we al. Maar dat is relatief nog altijd jong. Het is niet normaal dat we op onze sociale media... alleen maar zien waar we eerder op klikten. En dan nog een schepje erbovenop. Er worden ontzettend geraffineerde psychologische profielen... van elke sociale media gebruiker gemaakt. Gebaseerd op hoe lang je naar een afbeelding kijkt. Letterlijk, dat kunnen ze zien. Waar je op klikt. Hack, als je het hebt over verschillende Netflix documentaires. Ook een goede docu. Die gaat inderdaad heel erg over Cambridge Analytica. Ja. Dus de manier waarop dat bedrijf een rol speelde. Niet alleen tijdens de Brexit, maar ook tijdens de Clinton-Trump verkiezing. Waarbij dus campagnes data van sociale media profielen... gebruiken om targeted mensen te bereiken. En daarvan kun je zeggen, oh, nou dat is super. Dan word je niet meer gebeld door iets waar je geen behoefte aan hebt, maar alleen nog maar waar je zin in hebt. Maar dat betekent dus ook dat het als manipulatief wapen ingezet kan worden. Dus je ziet nu ook de afgelopen paar maanden dat sociale media zoals Twitter, YouTube en Facebook veel proactiever zijn geworden in dat aanvliegen. Om verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Die eigenlijk veel meer hun verantwoordelijkheid nemen. Maar zie je dat ook terug in hoe het algoritme werkt? Of zie je dat terug in hoe ze bepaalde content verwijderen? Sociale mediabedrijven hebben eigenlijk drie opties ontwikkeld. Inderdaad, ze konden vanaf het begin al, als ze wilden, laten we zeggen, een YouTube-account verwijderen. Ja. Of een post gewoon helemaal offline halen. Waar ze ook mee zijn gaan experimenteren, is van die wazige foto's. Waar je dan dubbel op moet klikken voordat je hem echt ziet. Ja. Met een soort warning, een soort waarschuwing erbij van dit bevat foutieve informatie. Maar dan juist ga je er toch? Dat is toch vaak van pas op. Spannend. Inderdaad, ik ben ook altijd benieuwd wat niet er dan naar staat. Kijken. Nou, dan wil ik het extra. Maar als er dan staat van dit is gefactcheckt door The Guardian, dan klik ik vaak ook op de factcheck van The Guardian om te zien wat dan de argumentatie daarachter is. Derde optie die ze hebben is algoritmisch. Namelijk het vertragen van hoe viral iets gaat. Dus bijvoorbeeld 2 weken geleden in de Verenigde Staten was er de New York Post. Mm-hmm. Een beetje een. Ja, een beetje een shady riooljournalistiek-achtig blaadje in New York. Die een nog niet geverifieerd bericht postte over een laptop van Hunter Biden. De zoon van Joe Biden en controverse daaromheen. En dat was nog helemaal niet geverifieerd of dat inderdaad zo schandalig was als dat ze zeiden dat het was. En hup, het stond online. Toen heeft Twitter gezegd, wow, dit ruikt naar desinformatie. Of op zijn minst misinformatie. Het verschil is, desinformatie is bewust misleidende informatie. Misinformatie kan ook gewoon een foutje zijn. Ja. Maar goed, één tool wat zij dus hebben, wat ik fascinerend vind, is dat zij de verspreiding kunnen vertragen. Net als dat zij algoritmes in werking hebben waardoor dingen super viral kunnen gaan. En waarbij ze bijvoorbeeld zeggen van, oh, deze hashtag is binnen een uur zo vaak gebruikt. Ja. Die gaat nu in trending. Zo kunnen ze ook het omdraaien en zeggen, ja, we zien nu een beetje een hashtag die ons niet helemaal goed lijkt. Daar lijkt iets mee aan de hand te zijn. Die gaan we even niet in trending zetten. Als je hierover nadenkt, ik bedoel, dit. Als je het hebt over democratie, dus we gaan even terug naar die vraag van hoe democratisch is Amerika. Je kunt dat op de ene manier kun je kijken naar hoe democratisch zijn de instituties, hoe democratisch zijn stemmen verdeeld, maar ook wat is de impact van derden in de ideeënmarkt of in de informatiemarkt. En daarin zijn die bedrijven een steeds grotere rol gaan spelen. En wat je conservatieven ziet doen, republikeinen ziet doen, is zeggen, nee, dit is censuur, want bovenmatig veel conservatieve stemmen worden onderdrukt.
bovenmatig veel van de desinformatie komt ook uit rechtse hoek. Democraten aan de andere kant, die zeggen steeds meer, die zijn eigenlijk opgelucht dat er eigenlijk in tegenstelling tot 2016 eindelijk iets gedaan wordt aan die verspreiding van desinformatie. Maar dat wordt echt nog, dat wordt super interessant. Want stel, er is een scenario waarin ergens tussen nu en komende week dinsdag er iets gebeurt op sociale media waarvan Twitter en Facebook zeggen: jongens, nee, dit is volgens mij niet in de haak. Dit is een georchestreerde campagne voor desinformatie. En ze besluiten dat uit de lucht te halen. Dan is dat ook weer olie op het vuur van Trump, waarbij die kan zeggen: ik ga deze uitslag niet accepteren, want er is gerommeld met de informatieverspreiding in de VS. Ik wil eerst een onafhankelijk onderzoek.